U wist natuurlijk dat je in Ede fantastisch kunt fietsen en ook kunt mountainbiken. Dat doe ik regelmatig met wethouder De Pater. We gaan vandaag de blauwe route, die helemaal klaar is, testen. Otterlo-Lunteren. Dat doe ik niet alleen. Onder andere met Thorwald Veenenberg. Die is directeur van de KNWU, de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. We gaan het proberen. Ja, zeker. Leuk. Dank voor de uitnodiging. Erg leuk om nieuwe routes te ontdekken. Zeker in deze mooie omgeving hier. En als ik zie hoe druk het is al bij andere routes in Nederland, dan hoe meer routes, hoe beter. Ja, Ede is natuurlijk hartstikke geschikt om alleen of met je vrienden de natuur in te gaan. Hè? Om te lopen, om te fietsen, om te mountainbiken of met paard weg te gaan. Ede staat niet voor niks op de derde plaats bij de Atlas van de gemeente. Als het gaat over ongeorganiseerd sporten. Nou, dat willen we graag. Afgelopen jaar heb ik ook wekelijks op de fiets gezeten. Om erop uit te gaan. En dat vind ik niet alleen hartstikke lekker. Dat is ook nog eens een keer hartstikke handig tegen de coronakilo's natuurlijk. Ik ben hartstikke benieuwd naar deze route. Laten we gaan. Hey Thorwald, wat vond je ervan? Ja, mooi, uitdagend. Veel bochtjes, op en neer, heuveltjes en technisch. Leuk. Ja, uitdagend en van alles wat, hè? Nee, er is zo verschrikkelijk veel fantastische natuur wat je kan ontdekken. Je komt op plekjes waar je nooit bent geweest, hè? Dus mijn oproep is ook, ga ervan genieten. Kom naar buiten, stap op de fiets, stap op je paard, ga wandelen. Het is niet alleen heerlijk om te doen, het is ook nog een keer hartstikke gezond.